En dan komt er een grootheid. Wereldkampioen 2006, 2007 en 2010. Olympisch kampioen 2008. Chen Yibing. Olympisch kampioen Chen Yibing begint aan zijn oefening. De drievoudig wereldkampioen. De man die in 2007 Yuri van Gelder naar de tweede plaats drong in het WK. Waardoor Yuri van Gelder niet kon starten in Peking. Plaatst zich als eerste voor de finale en doet tot nu toe hele goede zaken. Prachtige breedtehang. Kijk, de omgekeerde breedtestand is werkelijk perfect. De tussenbalans, let ook op de handplaatsing, dat hij echt zijn handen aan de ringen heeft en niet zijn polsen. Volledig beheerst. Achterop zit naar handstand. Staat ook gelijk goed. Geen additionele bewegingen. En nu naar de afsprongen. Dubbel salto. Met naastrekken in de tweede salto. En ook nog een schroef erin. Kortom. Jawel. Chen Yibing presteert hier weer optimaal. En kust de ringen. Stang. Moet ik zeggen. Want de ringen hangen een beetje hoog. Op 2,60 meter. Met 15.700 kwam hij de finale binnen. Die punten tellen niet meer mee. Hij had in de kwalificatiewedstrijd 6,80 als moeilijkheidsgraad. Kijk, hier let op de handen. Hij leunt een klein beetje op de pols. En daar let de jury op. Dat geeft dus ook aftrekpunten. Dus een 10 zal hij niet halen voor de uitvoering. Maar hoe dicht zit je bij de 9? Daar hangt het eigenlijk mee samen. Kijk, dit is fantastisch wat hij doet hoor. Nog even nastrekken naar die tweede salto en die schroef. En dan landen. De landing is wat diep. Daar zal hij ook wat aftrek voor krijgen. Maar hij heeft het weer geflikt. Om op een belangrijk moment. Kijk eens, een 9 voor de uitvoering. En 6,80. Dus 15.800. Is dat nog een score die te overtreffen is? Ik twijfel eraan. Dat lijkt me de hoogste score worden in deze wedstrijd.